kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survivor. We gaan weer lekker verder waar we gisteren waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Perfect, goed, goed. Ja, goed. We hadden natuurlijk uiteraard gisteren natuurlijk... kijk, nu groeit het weer. Kijk, prachtig. Oh, wauw, het groeit ook aan deze kant. Dat heb ik niet gezien. Wauw. En deze gaat ook groeien. Kijk, als je eigenlijk per se dak op wilt, kun je gewoon zo gaan. Dus dat is goed. Ja, alleen deze kant, dat komt nog wel. We hebben hier, overal licht gedaan. Dat heb ik aan de andere kant gedaan volgens mij. Ja. Kijk maar. Licht genoeg, ja, dat gaan we echt niet allemaal met steen doen hoor. Gaan we mooi zo houden. Hier ergens hoor je gewoon de lava. Maar ik wilde vandaag eigenlijk beginnen aan het pad. Wat we hier zo ver gaan aanleggen. En dus gelijk hier. 1, 2, 3. Dus we moeten eigenlijk... deze eigenlijk gelijk doortrekken. Kijk, als we dat een... hier zo. Even doortrekken naar. Dat scheelt dan weer. Dan kunnen we de steen hier zo verder gaan doen. Heb ik het bij me? Nee. Ik had uiteraard hier ook nog wat steen erin, ja. Als we dat dan heel even... hier, kijk, dit is alleen cobblestone en de rest, kijk, dat is gewoon op steen. Ik moet dit hebben. 40, dat zou genoeg zijn. Zo. Oh, nou, 2 tekort. Het is altijd hetzelfde gezegd. Nu moeten we dus ook 15. En die kant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan moet deze weg. En dan komen we uiteraard er 1 te kort. Laten we dus 1 blokje pakken en 1 glowstone als ik het nog heb.
één blokje. Een glowstone. Ja. Dan hebben we dat in de veer ook afgemaakt. Kijk. Eén zo'n glowstone hier. Zelfs aan deze kant groeit het. Dat ziet er dan wel leuk uit. Kijk. Dat ziet er wel mooi uit. Deze kant mooi. Nou ja, hier. Totaal niet de bedoeling, maar. Maar nu groeit wel niet hier door. Dat zou misschien nog wel komen. Goed. Ik heb daar één keer hier zo vanaf geknipt, hè. Goed, wat ik eigenlijk vandaag wilde gaan doen is naar de Nether te gaan. Zullen we dat maar even gaan doen? Ja, het maakt niet zo uit of het licht of donker is. Ik bedoel, net is het altijd donker. Dus dat maakt het niet zoveel uit. Oké. Ik heb hier de papieren staan. Waar is mijn map? Hier zo. X min 30, Y 86, Z min 20. Waarom is die? Oh, we hadden natuurlijk de nadere keer verplaatst. Maar ik vind raar, die is gewoon niet verschoven. Maar het is gewoon hier zo. Ach, weet je wat? Schrijf me heel even opnieuw. Heb je bewerkt een pen? Dat heb ik zeker. Ik heb hier 6 pennen liggen, dus. Oké. X min 29. Ik schrijf je eerst op Nether. X min 29. Hey, 6. 69. Z is 6. Oké. Hier in de buurt hebben we zo'n beetje alles gehad. Dus we gaan maar eens even die blokken volgen. En dan is het sowieso 100% dat verdwaal. Laten we trouwens hier wat hoger zetten. 1, 2, 3. Dan weet ik al zeker dat ik daar naartoe moet. Ik kan die blok dan niet vinden, dat is heel vaak. Kunnen we het hier? Ja, kijk. Hier gaan we wat glowstone, zie ik. Laten we dat dan maar eens even. Weghalen.
Ik wil toch nog best wel wat glowstone hebben. Dus we zullen pas morgen gaan. Weggaan. Die deurblok die leg ik af hier. Hier is het vrij link om die te pakken. Want dan gaat het allemaal hier invallen. Dus die laten we wel eens eventjes staan. Is dit een blok van ons? Dat is een blok van ons. Laten we hier ook echt één, dat we precies die kunnen gaan vinden. Hier was natuurlijk het einde. Oh, wacht, kijk, toen ben ik dus hier zo omlaag gekukeld. Ja, ben ik zelf omlaag gegaan. Zullen we dat gaan redden? We gaan het gewoon proberen. Kijk. Dus hier dan omhoog. Blokje. Laten we trouwens ook die nether quartz gaan gebruiken. Waarom? Dat is lekker veel XP. Daar zie ik wel wat glowstone. Oké. Niet dat we toch hier zo zijn. Kunnen we net zo goed even van dit ding meenemen. Er is hier een blok. Plaatsen we ook een blok hier. Juist. Daar is dus wat glowstone. Dat gaan we dan zo pakken. Daar is wel wat glowstone hier in de buurt. En ik denk dat daarna slim is. Als wij dus de nether. Zullen we eerst die achterste daar pakken?
Goed. Hier zijn we dus een blok uitkijken voor lava. Daar hebben we wat. Dit zijn dus maar drie. Oké. We lopen eerst heel even terug. Dat is mijn laatste blok. Dan zetten we er hier even A2 neer. Dan weet ik dat 3. Dan weet ik zeker dat ik daar nog toe moet. Dan pakken we heel even deze. Het is vrij diep hier, hè? Hier ook, oké. Als we nou dit heel even pakken en dan dat we daarna hier zo terug rennen. Zou ik dit overleven? Ik denk het van wel. Pak ik dit er nog bij en dan gaan we terug die kant weer op. Dat is in ieder geval een flinke lading met glowstone hebben. Dat we eigenlijk proberen om zoveel mogelijk nu in ieder geval te pakken, dan hoeven we straks niet meer een keertje weer terug. En dan sluiten we de video af. Dadelijk. Is het ook van huis?
Nou, niet zo'n beetje alles. Oké. Dan gaan we dus even hier zo staan. Dan moeten we een keer daar naartoe. Even kijken. Dan maken we het alvast aan in blokken. 48, dat zijn er een heleboel. Maar laten we ook deze kant pakken. En dan kunnen we kijken of we misschien daar naartoe kunnen gaan lopen. En dan kunnen we daarna langzamerhand weer terug naar huis lopen. En dat gaan we dus morgen doen. Dus we blijven nog natuurlijk wel hier eventjes hangen. Kijk, hier een hele stuk. Dat gaan we dus morgen pakken. En dan kijken of we een beetje die kant kunnen pakken. Hier. Helemaal zo, dat is vrij hoog. Dat gaan we dan niet pakken. Als we dan terug zijn, dat ik dan misschien zeg van ja, weet je wat, we doen dat nader, doen we dat resetten. Maar dat zien we. Ik ga het hier in ieder geval bij laten, jongens. Wij zien elkaar morgen weer terug. Hopelijk zijn jullie echt daar, dat ik ook nog een keer is. Blijf kijken, bedankt voor liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!